Het veldseizoen zit erop. Ben je er blij mee? We zijn heel erg gewend om ook de zaal in te gaan. En dat is eigenlijk het mooiste stuk van het seizoen over het algemeen. Als je dan over korfbal hebt. Daar leeft iedereen naartoe. Daar zijn de mooiste wedstrijden. Maar ons eigen clubgebouw is natuurlijk hartstikke fijn en hartstikke mooi. En in deze tijd qua corona, dan ja, hoop je eigenlijk dat je gebruik kunt blijven maken van je eigen accommodatie. Want daar heb je natuurlijk wat inkomsten uit. De bar kan open, gezelligheid op het terras misschien. En natuurlijk in de wintertijd zal dat wat anders zijn als, ja, als je normaal hebt. Maar ja, je mist dat je eigen plekje straks. Zeker in coronatijd mis je dat wel heel erg, denk ik. Is het sociale contact bij een veldcompetitie anders dan bij een zaalcompetitie? Ja, dat verschilt enorm. Ja, hier ben je echt met z'n allen op het veld. En in de zaal leef je toch meer langs elkaar heen. Mm-hmm. Uitwedstrijden zie je elkaar niet. Je hebt een verschillende vertrektijden. Mm. Je hebt geen ontmoeting eigenlijk in een café of in een restaurant, zeg maar, in de zaal. Is dat gewoon echt veel en veel minder. Moet ik nou die contributie wel blijven doorbetalen? Nee, dat speelt gelukkig niet bij ons. We hebben 2 jaar geleden gezegd van we gaan een contributie in een aantal stappen verhogen. Dat hebben we eigenlijk uitgesteld. Toen was die eerste lockdown en toen hebben we gezegd van nou, we gaan dit uitstellen tot september. Mm-hmm. En zo proberen we daar als vereniging in ieder geval mee te denken met onze leden. Maar gelukkig vanuit de andere kant, vanuit de leden, hebben we daar eigenlijk nauwelijks signalen over gehad. Gelukkig. Tuurlijk. We zijn vorig jaar begonnen met een trainingscursus voor alle trainers. En het is dan leuk om te zien dat trainers het oppakken, meenemen naar hun trainingen en dat daar dan resultaat uit komt bij een aantal teams. Hoe is de image van jeugdkorfbal in vergelijking met bijvoorbeeld voetbal of rugby? Ik denk dat er kleine vooroordelen zijn er nog steeds. Maar het wordt echt wel minder en vooral bij de jeugd wordt het echt als een hele leuke sport te ervaren. En de combinatie heren-dames, dat is super. En eigenlijk weten we nog niet eens 100% zeker dat we de zaal ingaan. En ze komen nog met een routekaart hoe de zaalcompetitie eruit gaat zien. Mm-hmm. Ja, en wat mij betreft moet er in die routekaart ook een optie staan, niet de zaal in. Ik vertrouw er eigenlijk niet zo heel erg op dat de zaalcompetitie op een goede manier afgerond kan worden. Ik denk dat we nu ongeveer 50 jeugdleden hebben. Van alle leeftijden van 6 tot 18. En dan heb je 2 elftallen, of 2 teams, die kampioen werden in de veldcompetitie. Ja. En eentje bijna. Eentje bijna, ja. Door de afkapping van corona hebben we de laatste wedstrijd, hun kampioenswedstrijd, niet mogen spelen. Stonden wel bovenaan, maar onze D1 en onze B1 die zijn kampioen geworden.